Hoi, welkom in Museum Boijmans van Beuningen. Wat leuk dat je komt kijken. Ga je mee naar binnen? Dit museum ligt midden in de stad en er zijn veel heel beroemde schilderijen en beelden te zien. Hoi! Mensen van over heel de wereld komen hier naartoe. Voor bijvoorbeeld deze. Dit schilderij heet de Toren van Babel en is gemaakt door Pieter Breugel de Oude. Het is al heel oud, bijna 500 jaar. Kennen jullie het verhaal van deze Toren van Babel? Het staat in de Bijbel. De mensen wilden wel eens kijken hoe het er in de hemel uitzag. Er bestonden toen nog geen vliegtuigen, dus de enige manier om naar boven te gaan was door een hele hoge toren te bouwen. Maar God wilde dat helemaal niet en werd heel boos. Als straf zorgde hij ervoor dat iedereen opeens een andere taal sprak en elkaar dus niet meer kon verstaan. De mensen konden daardoor niet meer samenwerken. Ze begrepen elkaar gewoon niet en de toren werd ook nooit afgebouwd. Vanaf die tijd spreken mensen over de hele wereld een andere taal. De toren lijkt ook op het schilderij heel groot. Vind je niet? Daar gebruikte de kunstenaar een trucje voor. Hij schilderde de toren helemaal tot aan de lijst, zodat het net lijkt of de toren in de lijst zit geklemd. En de wolken hangen laag. Zo zie je dat de toren al tot ver in de lucht was gebouwd. Als je goed kijkt, dan zie je dat er heel veel gebeurt op het schilderij. Het is soms heel klein, maar wel precies geschilderd. Als je door een loop kijkt, dan kun je nog beter zien. Zie je al die mensen? Het zijn er meer dan 1000. Ze zijn aan het werk, zitten op een paard of beklimmen de toren. En zie je de paarden? De toren is zo groot dat die paarden zelfs op de weg langs de toren naar boven kunnen lopen. En kijk daar eens. Een takelmachine. Er worden bakstenen omhoog getakeld. De bakstenen laten een heel rood spoor na. En daar een wit spoor. Ze takelen witte kalk naar boven. Dat gebruiken ze om alle stenen te metselen. Daar beneden zijn allemaal bootjes in het water. Sommige boten brengen bijvoorbeeld hout dat voor de toren wordt gebruikt. De kunstenaar woont in Antwerpen, een stad met een haven, net als Rotterdam. Hij heeft dus vlak bij huis kunnen zien hoe boten eruit zagen. En zo heeft hij ze goed kunnen schilderen. Poeh, wat is er ontzettend veel te zien. Je kunt echt heel lang naar het schilderij blijven staren. Elke keer ontdek je weer wat nieuws.